Welkom bij een nieuw gameplay commentaar hier op gamersnet.nl. En de gameplay commentaren zijn leuk, want dan zie je direct wat wij altijd spelen. En je ziet het heel groot in beeld. Super Smash Bros. Ultimate. Naast me is aangeschoven de speler, de speler van dienst, Tom Kouwenberg. Hoi Tom. Hi. Ja, ik zou willen dat ik hem zo meteen wij zitten in Zweden dan. Ja. Dus dat kan niet. Maar goed. We zitten dan niet meer in Zweden. Maar wat de review. Anyhow, dit is Super Mario. En dat betekent dat we naar de story modus gaan kijken. Dit is de singleplayer. Het is echt best wel uniek dat we de singleplayer modus van een fighting game bekijken, toch? Ja, vooral met Super Smash. Want ik was, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk dat heel veel mensen het ook gewoon compleet vergeten zijn. De hype was natuurlijk, er komt weer een nieuwe Super Smash. En dan gaat het vooral over de multiplayer. Maar die games hebben natuurlijk ook altijd wel een beetje losbandige singleplayer challenge mode en dat soort dingetjes. Ja, maar het is wel altijd bij de haren erbij gesleept. Ik heb het idee dat ze er meer moeite aan doen. Want we krijgen nou echt zo'n beetje zo'n, wat is het? Zo'n overacted, tacky, Tekken-achtig, Street Fighter-achtige storyline. Ja, dat krijg je ervan met crossovers. Ja. Als je met Super Mario tegen Roy uit Fire Emblem aan het vechten bent, dan is natuurlijk sowieso is de canon gaat al alle kanten op. Dus ik heb het idee dat ze in dit verhaal ook een beetje daarmee spelen met dat hele idee. Dat vond ik trouwens wel apart. Je hebt dus een hele mooie cinematic trailer die we laatst gekregen hebben. Dat is ook de intro van dit hele World of Light verhaal. En dit is dan een extra stukje erbij. En daar zitten subtitles bij, maar daar zit geen stem bij. Is alleen maar voor... Het zijn alleen maar de subtitles. Het is heel apart. Raar. Ja. Dus ik weet niet of ze dat nog toe gaan voegen. The journey to defeat Kaleem begins. En dan allemaal dat soort stemmen, dat hoort in dat soort games. Ja, een beetje wel, hè? They're all fighting for the soul sword of justice. Precies. Maar dat krijgen we dus niet. Nee, maar wat je wel krijgt is een soort van gigantische top-down map. En daarin mag je een beetje je eigen routes gaan bepalen. En dat wil dan zeggen dat je af en toe de ene fighter bevrijdt door tegen hem te vechten. Of een bepaalde assist krijgt of zo door challenges te doen. Dus ja. Maar je speelt dus altijd ook als Kirby dus? Nee. We beginnen als Kirby. Maar dat is natuurlijk een beetje een soort ode aan de maker. Hè? Want het is dezelfde persoon geweest. Dus die zet Kirby natuurlijk voorop. Maar met drie gevechten kun je overschakelen naar Mario. En later kun je zelf je keuzes maken van, ik wil die fighter, ga ik die eerst bevrijden, zodat ik daar ook mee kan spelen. Oké, maar had je, want ik die overworld map natuurlijk dan een beetje denken aan natuurlijk aan de Mario games, Tennis Aces heeft het ook gedaan. Is dat ook een beetje de vibe wat het is? Je moet gewoon zo'n hele land doorlopen en... Ja, een beetje wel. Zit er ook story dan al in? Er zit wat minder echt story in. Het zijn er nog steeds gewoon gevechten. Wel gevechten met context en waarbij ze allerlei gekke dingetjes mee spelen en zo. Wat is dit? Dit is volgens mij van Knockout een strijder. Ja, echt alle Nintendo properties komen erin terug. Als het niet een fighter is, dan is het wel een assist trofee. En als het niet een assist trofee is, dan is het wel een van die party members noemen ze dat dan. Maar dat wil dus zeggen dat je een kleine soort van modifier in kan stellen per fighter. Maar dat is best wel nieuw, toch? Of hadden we dat altijd al? Dat hadden we toch met een aantal Pokémon, maar niet zeg maar zo heftig als nu. Ja, nee, het is nu wel echt heel heftig. Want echt iedereen ooit in een Nintendo games een beetje zit wel in deze game. Het is best wel bizar hoeveel IP's ze erbij hebben gehaald, ja. Echt, ja. Zelfs de knollenverkoopster van Animal Crossing en dergelijke. Het zijn allemaal van die dingen dat je denkt van, ja, natuurlijk zitten die erin, fuck it. En het was ook echt het niveau van een eerste game in een eerste level. Dat was heel makkelijk, nog eens. Ja, inderdaad. En nu heb ik dus alweer iets unlocked voor Kirby. Oké, maar die unlock neem je dan ook mee naar de base game als je in multiplayer gaat spelen? Van zo'n Smoky Poggy die je net had, die heb je dan anders niet? Dat zijn dus dingen die je dus ook weer in andere singleplayer modus weer in kan zetten. Ja, precies. Dus die unlock je en dan kun je bijvoorbeeld naar een andere challenge mode gaan. Ik zou je hem eventueel ook in kunnen zetten. Maar het is natuurlijk vooral leuk om te zien hoe dat hier in die World of Light modus een beetje. Nee, dat is heel tof. Dit is natuurlijk één groot splatfest met allemaal Splatoon Inklings. Ja. Dit is sowieso alweer een paar matches verder, want we mogen sowieso niet alles laten zien van deze modus en maar een beperkt aantal minuten. Dus ik heb zoiets van, laten we deze er even bij pakken, want ik vind persoonlijk gewoon heel vet dat de Inkling dat tegenwoordig is. Ja, maar dat is één van de nieuwe characters. Ja. Er zijn niet zo heel veel nieuwe characters, maar Piranha Plant komt er natuurlijk nog aan. Maar afgezien van Piranha Plant hebben we in deze beeld alle nieuwe characters kunnen zien. Dus dat is Inkling, King K. Rool. We hebben Richter erbij zitten nou. Het is best wel wat interessante nieuwe fighters. Maar ik heb het idee dat Nintendo gewoon met deze game maken ze gewoon de Ultimate Smash Bros. En dat is het ook echt. Er zit zo ontzettend veel content in. Dat was ook niet negatief wat ik zei. Want er zit gewoon van alle games zit alles erin. Dus het is al heel veel. Dat snap ik ook. Alleen, ik heb het idee dat Nintendo zichzelf een beetje in de voet aan het schieten is. Want ze hebben nu gewoon
de ultieme Smash, die hoeft hij nou nooit meer Smash te maken. Ja, dat, ik denk dat de makers van Smash ook heel blij zijn om het eindelijk eens achter hun te kunnen laten. Want het is nogal een beetje een toxic gebeuren. We zijn overgeschakeld naar een ander facet van de singleplayer en dat is het Spirit Board. Dus Uitblinker! Ja, dit is het Spirit Board. Ik heb hem nu op zijn Nederlands gezet omdat ik gewoon heel benieuwd was naar de Nederlandse vertaling. Oh, dus eens in de zoveel tijd, elke 5 minuten komt er dus, of met sommigen zijn het dan wat langer, maar basically komt er gewoon telkens komen er nieuwe challenges bij met allerlei aparte bonussen. Die kun je dan gaan tackelen en daar heb je maar één kans op. En als dat vind ik vet. Je hebt maar één kans. Dus als je kiest zo'n kaart en die moet je dan halen. En als je hem niet hebt, heb je hem niet. En als je het wel haalt, wat heb je dan? Iets leuks. Ja, dan krijg je dus een unieke de party member of iets dergelijks ervan. Dan kun je op die manier word je gewoon continu getriggerd om op andere speelstijlen te gaan letten. En om andere soorten van challenges op je te nemen. En ik vind dat heel goed gedaan. Ik denk dat het spiritboard wel echt een manier is waar je gewoon af en toe even gewoon in kan duiken. Hey, wat staat er op het spiritboard? Oh, dan ga ik even met Captain Falcon tegen Pichu vechten. In de hoop dat ik dan die Pokémon van hem kan stelen, zeg maar. Ja, het is echt heel erg tof. En ik denk ook wel dat hier ook weekly challenges en zo bij komen. Ik zou haast wel denken dat ze dit inderdaad... dat hier een pool is aan allerlei verschillende opdrachten. Maar dat ze die dan later gewoon aan gaan vullen, ja. Ik ben ook heel benieuwd naar de post-launch plannen voor. Of er echt helemaal heel veel nieuwe fighters gaan komen. En dat ze dat blijven doen. Er gaan fights komen. Maar ik bedoel, hoe vaak ze dat gaan doen. Ja, in welke vorm ze dat gaan doen. Ja, kijk, dit is dus ook interessant dat je dus kan zien dat je die dus vrij kan spelen door erop te schieten, gek genoeg. Weet je, het is heel apart. Oh, je moet er nog eerst op schieten? Ja, je krijgt maar één kans. Dit doe je helemaal niet goed, hoor. Nee, dit was de eerste keer dat ik zo'n ding mocht bevrijden. Dus ik was van, wat, hè? Okay, ik snap het nu, ja. En zodoende krijg je dus allerlei van die bonusjes erbij. En die kun je dan weer met alle verschillende spirits kun je dan weer inzetten. Dat is wel leuk gedaan. Wat tof. Ja. Ik vind het echt heel erg compleet. En dit is alleen nog maar de singleplayer. Dit is ook nog maar het tweede facet van de best wel uitgebreide singleplayer. Als je bedenkt dat deze game voor de meeste mensen gewoon heel, heel erg om een soort van competitive of party game insteek gaat. Ja. Oh, en dan is die kaart ook weg. Dus je kunt in principe alle kaarten wegspelen. Ja, de vraag is alleen hoeveel kaarten zijn er en hoeveel gaan ze toevoegen. Dus het is heel apart gedaan allemaal. Ik denk dat dit heel erg leuk is, ook omdat je bijvoorbeeld die spirits die je dan in kan zetten, die kun je dus ook weer uplevelen. Je ziet dat ik met die Octoling al een bepaald level heb gehaald. Echt? Ja, dus die game diep. Ja, dat bedoel ik. Weet je, het zijn kaartjes van Nintendo properties, maar ze doen er ook gewoon iets mee. Het is best wel mooi gedaan. En dit was... het was 10:00 ochtends, dus ik was net wakker. laat ik het daarop afschuiven. Of ik bedoel, de controller deed het niet. Ja, snap ik. Dat was net disconnected even. Ja, precies. Ja, hoe speelde de GameCube controller? Was wel fijn, hoor. Ja, het is heel fijn om de GameCube controller weer terug te hebben. Dat is sowieso een hele goeie. En natuurlijk, ik probeer ook een beetje hier met de nieuwe fighters te vechten en die een beetje te displayen. Ik heb ook nog een stuk multiplayer gespeeld. Echt, we hebben nog een uur lang multiplayer hierna lopen spelen, maar we dachten, we gaan hier gewoon even focussen op de singleplayer. Maar god, ja, het is ook weer zo fijn om gewoon weer lekker met z'n tweeën of met z'n drieën of met z'n vieren gewoon elkaar kapot te stampen met deze game. Ja, dat is ook. Ik vind met z'n vier altijd iets minder overzichtelijk. Ik vind met z'n twee echt het leukst. Ja, maar dat is een persoonlijk ding. Ja, dat is inderdaad een beetje, dan kun je die personal vendetta uitvechten. Ja. Nee, maar goed, wat dat betreft krijg je dat en meer krijg je gewoon terug. Wat een gezellige map ook. Ja, hij komt ook uit een vorige game, maar die heb ik dan niet gespeeld, denk ik. Dit is een Mii Sports Resort. Oh, wat tof. Ja, echt heel gezellig. Ja. Hoe vind je het vechten? Hoe is het verschil tussen al die fights? Want je bent nu met King Karool bezig. Ja, dat is natuurlijk een logge vent. Ja, een ontiegelijk logge guy. Best wel een beetje... Volgens mij kun je hem ook best wel grappling inzetten. Oh, hij gaat sowieso genervd worden. Ja, dat kan toch niet? Nou, hij heeft best wel wat versatility inderdaad. Dat hij een stukje kan vliegen, dat kan hem zeker wel redden. Maar goed, hij is natuurlijk wel een logge fighter. Maar ik ben niet zo competitive dat ik al die verschillen in frames en dergelijke ook echt zie. En ik weet dat er gewoon een hele grote community is die daar... ontiegelijk diep ingaat. Ja, ik ben gewoon niet de guy daarvoor om dat allemaal te kunnen ontleden. Maar van wat ik ervan zie is het wel gewoon ontiegelijk compleet. En ze lijken wel ontiegelijk veel aandacht gespendeerd te hebben om juist die gasten ook tevreden te stellen. Ja, maar dat gaat nooit lukken. Wow! Nee. Oh. Hetzelfde ook dat ze die Piranha Plant aangekondigd hadden en dat de hele wereld ook boos was dat die er niet in zat en dat die er niet in zat. Ja, nee, maar die zijn niet te pleasen, weet je. Ja, die kunnen mensen we niet kunnen gewoon... Die mensen moeten gewoon lekker weet ik veel, gewoon stoppen met hier zijn. Want die dikke fans die alleen maar zitten te zeiken op alles wat er maar wordt aangekondigd. Ja. Het komt van een plek van liefde, maar het is gewoon af en toe toxic. Dat is waar, maar je kan gewoon met Ultimate niet zeggen van god, er is te weinig. Of nee, precies. Dat bedoel ik ook. Weet je, die gasten die steken er zo ontiegelijk veel IP's in en zoveel verschillende fighters en het is zo uitgebreid en dan is het gewoon lullig als je dan alsnog gewoon doodsbedreigingen die kant op slingert van Nintendo omdat die ene fighter er niet in zit. Nee, dat vind ik wat ver gaan, maar ik snap gewoon dat mensen inderdaad wel echt alles aan het ontleden zijn. Dat ze echt van na elke frame kijken. Oh, hij heeft in de
Amerikaanse stem is zijn voice line voor het schreeuwen van een platform veranderd. En ja, zoek gewoon een vriendje of een vriendinnetje en ga daar gewoon lekker mee oefenen. Ja. Klassiek! Dit is het derde facet. Ja, classic. Ja, ik heb hem nog steeds op zijn Nederlands staan, want ik vind het gewoon fantastisch. Jammer dat heel veel namen niet aangepast zijn. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel dorpsbewoner, maar het is nog steeds wel Dark Samus. Waarom niet Donkere Samus? Oh ja. Het is wel Jonge Link trouwens. Dat vond okay, ik vond dat wel vet. Raar hoe ze dat hebben beslist. Ja. Oh, wacht even. Dit is complex. Dat moet je even uitleggen. Ja, dit is een muurschildering. En naarmate je intenser gaat vechten, kom je verder op de muurschildering. Dus de muurschildering is een soort van hele interactieve, visuele leaderboard. Of in ieder geval dat je zelf kan meten van, oh, zo ver ben ik nu gekomen. Dus naarmate je meer vecht en naarmate je beter vecht en je ook moeilijkere gevechten aangaat en die goed doet, stijgt je intensiteit, dan kom je dus aan het einde van je riedel, kom je dus verder op dat bord. Op die muurschildering, sorry. Ja. Ik heb er nu al twee gedaan en elke fighter heeft zeg maar een beetje zijn eigen riedeltje aan welke fighters je krijgt en welke gevecht je krijgt. Bijvoorbeeld Duck Hunt Duo heb ik nou gepakt, dan ga je dus tegen andere dieren het opnemen vooral. Oh, wat vet. Dat hebben ze wel leuk gedaan. Maar bijvoorbeeld, ik zag dat Captain Falcon en Mario dezelfde eindbaas hebben. Dat is allebei Bowser. Dus er zijn verschillende gevechtjes en per fighter is er een soort van set route tussen die gevechten. Ja. Maar dat is dus iets wat je dus heel erg kan gaan, dat is iets wat je kan gaan speedrunnen, waarop je kan gaan oefenen van, oh, dan met die fighter en met die assist. Ja, nou ja, goed. Ik zag dit al heel snel zitten, want het deed mij gewoon weer echt denken aan die classic mode van Melee. Ja, dat snap ik. En tussendoor zitten er ook nog van die platform leveltjes tussen? Ja, dat is er nou eentje. Het is wel vrij kort. Oh, okay. Sowieso kunnen we wederom niet al te veel laten zien, dus we moeten er een beetje doorheen skippen. Maar ja, je zult straks zien dat er inderdaad wel een platform leveltje in zit waarin je wat extra coins kan verdienen en dergelijke. Of je gaat er heel snel doorheen, zeg maar net aan wat je wilt doen. Ja. Oh, dat is deze. Ja. En wederom, ik kan er niet te veel van laten zien. Maar goed, je rent er doorheen. Je kunt nog een stukje terug, zeg maar. Maar uiteindelijk komt het niet op dit ding. Maar mag je er ook iets niet over vertellen? Zo praat je heel erg. Nee. Ik mag er van alles over vertellen. Maar we hebben maar 5 minuten. Dus dan wil ik vooral veel gevechten laten zien. En nou ja, ik heb dit er dan even bij gepakt. Om inderdaad te laten zien van, hé, er is een platform ding. Maar natuurlijk, dit is misschien wel iets interessanter. Een echte beestenboel finale. Rathalos. Ja, dit is gewoon bizar. Duck Hunt duo tegen. Dit is echt heel tof. Tegen een motherfucking draak. Ja, echt heel cool. Ja, heel gaaf. Ja. sowieso, dit hebben ze. Weet je, het voelt best wel. De hand is weg. De hand zal ook nog wel ergens de zijn. De hand zal er zeker zijn, want dat is natuurlijk ook in de story. Ja, weet ik wel. Maar de hand was altijd, zeg maar, in de classic modus altijd de eindbaas. Maar dat dus nu ook. Ja, dat wisselen ze nu. En er zijn zelfs eindbazen met verschillende fases en dergelijke. Het is wel geinig hoe ze dat gedaan hebben. Wel geinig hoe ze dat gedaan. Weet je hoe een werk het dan is geweest? Ja, I know. Maar bizar. Zoals ik het zie, is dit best wel gemaakt om echt je skills te honen, weet je wel? Dat je echt hiermee ga je echt leren met alle fighters in allerlei verschillende situaties knokken. En ik denk dat dit ook wederom een best wel competitive of een soort van high skill-achtige game mode kan zijn. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer mooi om te zien dat dit best wel toegankelijk is allemaal. Op het moment dat je sterft kun je gewoon door een klein bedrag aan coins af te tikken, kun je meteen weer het gevecht in. Je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Dus soms voelt het allemaal wel alsof ze heel erg naar die pro-kant aan het kijken zijn. Maar tegelijkertijd blijft het Nintendo en ze houden daar ook wel gewoon rekening met bijvoorbeeld jongeren of de onervaren gamer die gewoon even een beetje wil knokken en niet al te veel moeilijk wil doen. Ik weet niet, ik denk niet dat je de jongere gamer moet weglaten, want ik denk dat alle jongere gamers ons bieden. Ja, dat zou heel goed zijn. Als ze de game inmiddels een week hebben. Ja. Waarschijnlijk wel. Ja. Sowieso gaan er comments komen over hoe kut ik dit allemaal aanpak. Maar je doet het fantastisch. Want je doet het met de kracht van vriendschap. Ik doe het met de kracht van Duck Hunt Duo. En dat is ook belangrijk. Van Duck Hunt Duo. En dat is, twee grotere vrienden zijn er niet. Ja. Nee, ik moest ook gewoon weer wennen aan de controls. Want het is voor mij ook alweer jaren geleden dat ik een Smash heb opgepakt. En dan ook nog eens een keer met een aantal fighters die ik nog niet ken. Weet je, die King K. Rool, dat was de eerste keer dat ik die onder de knoppen heb. Dat is gewoon chaos natuurlijk. Dus sorry, alvast. Nou ja, nee maar. Ik ga nooit sorry verontschuldigen voor de toxic community. Ach, het is niet anders. Yeah. Ik vind het vet. Ik vind die eindbaas echt heel tof. Ja, die eindbaas is inderdaad heel gaaf. Ga je hem redden? Ik ben wel echt benieuwd, want je bent op 111% al. Ja, yeah, I know. Dus dit wordt en nog nu komen de moeilijke dit wordt een clutch. Ja, zeker. Vis ja. Roda. Hoppa, hier. Oh, kijk dat streepje. En dood. Ben je echt dood? Ja. Oh nee, wat kut! Ja, dus nou gaat de intensiteit een klein beetje omlaag, omdat ik een keer ben gestorven en klaar. Nee, maar wat leem! ik moest ook heel erg hard lachen hier op dit moment en de gasten om me heen hadden ook zoiets van, wat de fuck gebeurde daar? Krijg je niet de vette bonus dat je met 0% gered hebt? Ja, dat zou je denken inderdaad, ja. Oh, maar dus dit is dan het einde van je classic mode en dan zie je dus van, oh, dit is het aantal punten. Dus je krijgt een aantal punten en je krijgt een intensiteit waar je op stopt en dan framet die
waar je bent op de muurschildering. En dat is je eindresultaat. En ik vind dit een hele leuke visuele manier om te laten zien. Dit is iets wat je wilt delen. Weet je? Ja. Dit is iets dat je snapshot maakt en gooit. Ja. Echt heel erg vet. Ja. Hey, onwijs bedankt omdat je de game wilde spelen. Het is een hell of a job. Iemand moet het doen. Ja, inderdaad. En, wil je echt alles weten over Super Smash Bros. Ultimate? Check dan vooral gamersnet.nl voor heel veel artikelen, nieuws, trailers, previews, alles. En als de game straks lanceert op 7 december, dan natuurlijk ook heel snel de review op gamersnet.nl. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. En dankjewel voor het kijken. Doei.